Welkom bij een vrede reeds gewonnen. En we hebben een van onze vaste, maar ook favoriete uh, gesprekspartners vandaag hier in de green room. Um, Michael Meuse, welkom. Dankjewel. Deze week lanceren wij HorecaSchadeCompensatie.nl. Nadrukkelijk een verzoek tot compensatie in plaats van een claim. We proberen op een genuanceerde manier te praten over de schade die de horeca is toegebracht door de keuze van de overheid om te zeggen: De horeca moet dicht. Jullie gingen eigenlijk als eerste dicht, nu is ook andere. Detailhandel uh, onderdeel van het sluitingsbeleid van de overheid. En we hebben verschillende typen horeca-ondernemers die zich bij ons gemeld hebben. Er zijn horeca-ondernemers die zijn al technisch failliet. Die weten nu al, wij gaan nooit meer open. Hun schade in 2020 was te groot voor hen om te overbruggen. Maar we hebben ook andere horeca-ondernemers waar jij er een van bent. En ik heb met veel respect en ontzag gekeken hoe jij met creativiteit afhaalt dozen. Je bent met het leger des heils aan de slag. Je bent van alles aan het ondernemen. Hier bij de Postnoorn. Laatst met de sneeuw was jij de enige die uh, uh, het terras open had voor gluwijn en uh, warme chocolademelk. Uh, je werkt de benen uit je lijf. Je, hebt zelfs, uh, je bent zelfs uitgegleden en hebt een... Uh, uh, een achillespees gescheurd gehad, maar met een uh, hemel in het gips zag ik je toch iedere dag in je, uh, in je zaak. En jij gaf net aan mij iets heel belangrijks aan, iets waar heel veel andere horeca-ondernemers ook zijn. Je zegt van: ik maak mij zorgen, want ik red het nu nog wel, maar. En alsjeblieft, vul hem vanaf daar voor. Ja, ons in. Dus uh, dankjewel, Sven, maar uh, geen perspectief. Uh, en als het zo blijft, dan uh, nog uh, twee, drie maanden. En dan uh, zal ik een uh, zakelijke beslissing moeten nemen, die emotioneel zwaar, zwaar zal vallen. <laughs> ja. Het is een uh, bedrijf, wat uh, een, een naam heeft die sinds 1880 bestaat. En uh, mijn ouders hebben erin gewerkt, 30 jaar. Ik sta er zelf nu, 22 jaar. En dan is het uh, einde verhaal. Het is een uh, instituut. Het is een uh, plek die niet weg te denken is uit Den Haag. En uh, dan zal die in ieder geval in deze vorm. Uh, niet verder gaan, omdat eenvoudigweg. Uh, ik natuurlijk. de ziel van mijn moeder draag. Dus de, de koningin van de, de gastvrijheid van Nederland. altijd en eeuwig zal ze dat blijven. Zij heeft mij gegeven wat ik nu nog de gasten wil geven. Al is het dan nu in een. Uh, Plastic bekertje, maar toch krijgen ze die liefde en zien dat plastic bekertje niet. En dit is wat mijn moeder mij heeft gegeven en ik weer overdraag aan de mensen die nu werkzaam zijn in, in de, de Postwar. Maar uh, ik ben uh, ja, iemand die nooit opgeeft en verder gaat kijken. En uh, ik heb mij nu uh, gestort op uh, super, Supermarktland. En ik ben uh, in uh, gevorderde gesprekken met een aantal supermarkten. Maar dat zou betekenen dat ik uh, niet meer bij jou terecht kan. Uh, niet, is dat wat je wil? Nee, wil natuurlijk. je iets anders? It, nou, ik moet iets anders. Dat is de goede zin. Het wordt uh, de horeca onmogelijk gemaakt uh, om uh, te ondernemen. Uh, ik ben nu nog wel weer aan een, naar een andere markt aan het kijken. Uh, ik ben ook nu met een aantal uh, horeca-ondernemers uh, 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 brainstorm-sessies gestart. Om te kijken of er andere vormen van horeca binnen de eventueel gestelde. Restricties nog mogelijk zijn die rendabel zijn. Uh, wij zien nog niet uh, na de zomer, dan kunnen we allemaal terras draaien, of de mensen die het terras hebben kunnen het terras draaien. En wat gaat er dan gebeuren uh, als jij dus jouw capaciteit niet mag draaien aan vierkante meters? Dus als je, bij mij is dat dan uh, 75 zitplaatsen. En als dat er 30 of uh, 35 zouden moeten worden, ja, wat gaan we dan doen? Daar kun, kun je niet overleven. Dan kan je niet overleven. Dan wordt er gezegd: kijk, jullie mogen open. Maar feitelijk. En Dan wordt er de illusie gecreëerd van: nee, ja, maar ze, ze mogen toch weer van alles. Ja. Maar daar kun je gewoon niet op, op overleven. Nee, of maar, je moet je prijzen gaan verdubbelen? Ja. Maar kijk, weet je, er is eigenlijk ook helemaal uh, weinig veranderd tot niks. Uh, 14 uh, oktober hebben wij uh, een kort geding aangespannen. En uh, eigenlijk kunnen we alles herhalen in dit interview wat daar weer gezegd is. Ja. Uh, dus we staan nog steeds op nul. Sterker nog, er is nu zoiets bedacht als een avondklok. Ja. En die gisteren ook weer is verlengd. Nog meer schade. Nog meer schade. Want de, de mensen gaan nu gewoon eerder stoppen met alles. Die gaan nu om zes uur gewoon stoppen met alles. En hoeveel horeca-ondernemers zitten er zoals jij bij nu? Dat ze denken van, nou ja, misschien red ik het nog wel, maar. en ze hopen dat er iets gaat gebeuren? De. ik denk. ja, met mijn ervaring, denk ik. alle. alle eenmanszaken. Allemaal. Dat denken wij ook. Uh, is die compensatie vanuit de overheid, als die komt, hè? hun laatste strohalm, Is dat iets. En als die niet komt, moeten ze dan accepteren dat het voorbij is? Ja. Maar ook al komt die nog, het gaat over het vervolg in oktober. Volgend jaar oktober. Misschien dat er. Ja, jij, dit jaar oktober. Jij verwacht dat er deze zomer misschien wel iets kan op terrasjes. Ja. En dan komt het weer opnieuw. Ja, wij, kijk, dat is wat de geschiedenis ons heeft verteld. En. Uh, de manier hoe ze het gaan uit. De manier waarop het nu uit zou moeten gerold worden. om uh, alles weer. tot een normaal niveau te brengen ja dat gaat zo amateuristisch dat uh, maakt ons ook zorgen want er zit geen tempo in nee en het is zelfs zo dat de vaccinaties er niet voor zorgen dat de maatregelen beëindigd worden nee ook dat maar goed er zou dan weer wat meer kunnen en wat meer opening zijn voor maar het is allemaal veel te schimmig en veel te vaag dus, uh, is die onduidelijkheid ook voor veel mensen moordend, denk je? Ja, zeker. Kijk, uh, ik heb het voorrecht gehad om bijvoorbeeld een aantal jaar in Afrika te mogen werken. En daar mag, kan je met echt niks, moet je iets doen. Ja. En uh, dat heb ik daar geleerd. En dat, die ervaring pas ik nu toe. Maar dat is overleven in plaats van werken aan een toekomst. Jawel, maar je moet wel dat, die ruimte in je hoofd hebben om dat te kunnen. Ja. Dat bedoel ik te zeggen. Dus die, die, die mechanismes die komen nu weer in werking die ik daar heb moeten leren. Uh, maar ik uh, begrijp dat niet iedereen die mechanismes uh, heeft. Ik uh, spreek ondernemers die ik... Uh, als een uh, psychiater van de koude grond. Uh, een beetje uh, omhoog probeert te praten. Want die zien het allemaal niet meer zitten. En het is oneerlijk. en dit en dat. En nou ja, dat is natuurlijk ook allemaal. Klopt niet. Nou, noem maar op. Allerlei kreten. Ja, dus daar zitten we nu met z'n allen. En. Uh, on onze in Nederland. Uh, die, die krijgt ook constant bot. Dus het is beter dat we nu. Uh, Daarnaast gaan staan, we gaan niet uh, de koninkrijk aan Nederland uh, apart zetten. Maar we gaan ook naast de koninkrijk aan Nederland proberen een vuist te maken. Gewoon even te zeggen: met je juristen we hebben schadecompensatie nodig. Anders is het einde van het verhaal. Het is zo opmerkelijk ook hè, dat de landelijke overheid zegt. Jullie moeten dicht, maar de. Lokale overheden blijven rekeningen sturen naar de ondernemers. Ja. Je moet alles gewoon blijven betalen. Ja, ja. En als je dan zegt, vind je dat niet raar, dan zeggen ze, ja, wij gaan daar niet over. Wij doen gewoon ons werk. Wij sturen gewoon de normale rekeningen. Er is een nieuw normaal, maar het oude normaal geldt nog wel ten aanzien van de rekeningen die jij moet betalen als ondernemer. En als je zegt dat gaat niet, dan trekken ze hun schouders op en dan denken ze, nou dan ga je maar failliet. Ja, ze zeggen het niet, maar ze trekken de schouders op. Met andere woorden. En dat voelt onrechtvaardig voor mensen. Ja, natuurlijk, maar daarom zijn we natuurlijk ook. Al, we hebben al 14 oktober aan de bel getrokken. Ja. ja, we trekken nu een tweede keer aan de bel, wetende dat die derde keer kunnen we niet meer aan de bel trekken, want dan is het over. Zo is het. En in jouw geval geldt, als er nu fat fatsoenlijke compensatie komt voor de schade in 2020. Misschien dat je dan die onzekerheid nog een jaartje aan kan. Ja. Maar ik zie al twijfel in jouw ogen of je daar überhaupt nog wel mee kan omgaan. Omdat het blijft onduidelijk. Nou ja, kijk, weet je wat het punt is? Dat op een gegeven, je moet jezelf steeds weer opladen. En, en dat hele traject van elke keer twee weken, weer twee weken, weer twee weken. Daar kan geen ondernemer iets mee. Nee, even volhouden nog. Met elkaar, voor ja, elkaar. Voor elkaar. Ja. En dat, maar op gegeven... Ze kunnen heel snel een beslissing nemen, maar ze kunnen niet snel genoeg schakelen op extra steun. Dat nee, gaat niet. Nee, dat gaat niet. Want jij zei op een gegeven moment in december: zei je tegen mij. Sven, ze beloven extra steun. Maar die is er nog niet. Die is er nog niet. Nee. Maar ja, hou je, dan, dan hoop je. Je krijgt, ja, bedoel, het is allemaal bekend. Maar ja. Ergens ga je je dan aan vastklampen, dat is menselijk. Maar dan moet je het toch weer loslaten. En dan uh, weer verder gaan kijken. Kijk, als zij in oktober weer de, 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 de knip erop zetten. Dan denk ik dat, dit, dat ik het niet meer kan opbrengen. Uh, mentaal. Dan ga ik iets, denk ik toch echt iets anders doen. Dan ben ik genoodzaakt om iets anders te doen. Om uh, geestelijk uh, in balans te blijven. En ik denk dat dat... De kern is van waarom wij ook nu willen procederen voor jullie. Dat wij weten los van de economische schade. Daar zit ook een moreel aspect en een psychologisch aspect in. Namelijk dat de overheid geeft om de mensen, daadwerkelijk, die ze nu de nek omdraaien. Dat ze, dat ze echt aangeven, we doen dit niet expres. Want anders voelt het gewoon alsof ze dit expres doen en jullie laten stikken. Ja, als, als dat inderdaad allemaal niet op gang komt. Dan zou je dat zeker kunnen veronderstellen. Want hoe dan? En dat doet mij. En waarom dan? Wij, wij, nou ja, we hebben dat allemaal al gezegd. Ik bedoel, weet je, de mensen zijn veiliger bij ons dan bij hunzelf thuis. En uh, noem maar op. Maar goed, uh, dat is allemaal niet. Uh, dat is niet de discussie. Dat, dat is blijkbaar, blijkbaar niet de discussie. De rechter heeft besloten dat jullie dicht moeten blijven. Ja. Nou, nu is het aan de overheid en aan de rechters om te beslissen of jullie uh, uh, mogen blijven leven. Ja, exact. eigenlijk is het zo plat. Ja. Als uh, bedrijf, ja. Als bedrijf. Maar voor een deel ook als ondernemer. En als mens die achter die onderneming staat. Met hart en ziel. Er wordt nergens zo hard gewerkt. met hart en ziel aan een zaak als in de horeca. Ja, natuurlijk, want dat is gastvrijheid. Namelijk. Want. Uh... In de supermarkt kan je ook uh, saté en bier kopen. Maar gasvrijheid is dat je daar morgen weer naar terug wil, omdat hij weet uh, hoe je heet en uh, waar je bent geweest. En, uh, dat het gezellig is. En dat het gezellig is en uh, dat het warm is en prettig en aangenaam. En, uh, dat, het, dat je het gevoel hebt dat je uh, gerespecteerd wordt, gezien en gezien worden. Nou ja, het hele verhaal. Een, een van graag gezien klant. Het hele verhaal van de horeca. En dat uh, zijn de mensen kwijt. Ja. Nou, Michael, mag ik je bedanken voor je verhaal. Alsjeblieft. En uh, we gaan het weer vragen aan ze. We gaan het inderdaad weer vragen. Dank je wel. Alsjeblieft.